volgens mij. Ja. Ja, de session is being streamed, dus dat is mooi. En voor mij zijn we ook gewoon zo'n beeld. Komen we zo erin. En dan stuur ik zo even een linkje eruit. Met de juiste link voor de deelnemers. Kopiëren. Is altijd goed. Nou, in ieder geval van harte welkom, dames en heren. Traders, aspirant-traders, M2-traders, non-M2-traders. Iedereen die graag iets wil weten over daytrading. Vandaag wordt deze sessie voortgezeten door Leonne. Leonne Piels van Money to Work ook. En die zal jullie ook een beetje wijs maken. In ieder geval wegwijs maken met daytrading. Op basis van Money to Work Trading Support System. En doen we vandaag op de euro-dollar voor de verandering. En dus ik zal Leonne even kort het woord geven. Kom ik zo bij je terug. Kan ik de unieke link doorsturen naar onze leden en de deelnemers. Welkom Leonne, welkom deelnemers. Goedemorgen Jan-Robert, bedankt voor de introductie. Goedemorgen allemaal. Allemaal is dus de deelnemers. Zoals gebruikelijk ga ik dus de voorwaarden uitleggen voor onze strategie van Money to Work. Ik herhaal dit elke keer weer, dat is ook echt voor onze nieuwe bezoekers, onze nieuwe leden. En ja, het is de kracht van de herhaling, hè, om het allemaal onder de knie te krijgen. Ik handel vandaag op de euro-dollar. Gewoon een keer iets anders en omdat het kan. Dus euro-dollar heb ik hier 1 minuut staan. Aan de rechterkant heb ik de 5 minuten rechtsboven. Even mijn kopje wegzetten. En de 1 uur rechtsonder. En ik maak heel even mijn 1 minuut scherm wat groter. Vind ik zelf gewoon fijner werken. De voorwaarden voor een koopsignaal ga ik nu uitleggen. We hebben dus een blauwe PMA, een blauwe pijl, een groen gebied, geen bolletje. Dat zijn de voorwaarden voor een geldig koopsignaal. Wij gebruiken dan de buy stop knop. Buy stop wil zeggen, wij leggen een order in op het timeleft van 00.03. Ik gebruik een stoproom bij de euro-dollar van 2 punten. Hier staat 20. We delen dit altijd door 10. Waarom? Gewoon aannemen, een technisch iets. Het waarom. Dat is gewoon zoals het is. Dus 2 punten. En dat wil zeggen, die stoproom van 2 punten wil zeggen, wanneer ik een buy stop order inleg, dan komt die altijd 2 punten hoger te liggen op de high van de signaalcandle. En die buy stop leg ik dan in bij een timeleft van 00.03. Nou, hier heb ik dus echt een signaal gemist. Jammer. Dus ik herhaal, bij een timeleft van 00.03 leggen wij dus een buy stop order in. Die leggen we dan wanneer we hier gaan kijken. Eventjes zien, hier, deze candle. Hier zien we dus de high van 1.09709. En dan gebruik ik de 70, dan rond ik af, wordt 71. Leg ik hem 2 punten daarboven, is 73. Dus 9,73, dan leg ik mijn order daar neer. Of ik leg hem dus precies op 00.03 neer. Dan komt hij daar ook te liggen. Dit zijn dus de voorwaarden voor een geldig koopsignaal. De voorwaarden voor een geldig verkoopsignaal is dus omgekeerd. We hebben een oranje pijl, oranje PMA, rood gebied en geen bolletje. Ook hier geldt de stoproom van 2, zoals hier staat, 2 punten. En ook wanneer mijn timeleft dus op 00.03 staat, ik gebruik dan de
celstoporder, die komt dan precies op de juiste plaats liggen. Of je gaat naar de signaalkendel, dus de kendel met de geldige voorwaarden. Dan kijk je naar de low van de kendel. Die ligt op 1,09692 in dit voorbeeld. Dat rond ik dan af op 69. Minus 2 is 67, dus deze order leg ik dan op 67 neer. Dus dit zijn de voorwaarden voor een geldig verkoopsignaal en een geldig koopsignaal. Ja, en Leone, voor de duidelijkheid, als we op de Forex handelen, dan heb je die 2DB goed uitgelegd, dan spreken we dus niet over punten, maar over pips, hè? Ja, klopt. Want de Forex... Ja, we spreken hier over pips, dat klopt. Ja, en het vervelend niet, maar bij FXFlat kun je namelijk een quote zien met een tiende pip. Dat heet ook wel een pipet. Die laten we even bij de beschouwing. Dan heb je dus 5 cijfers achter de komma. We pakken er 4 cijfers achter de komma. En dat ronden we af naar boven bij een koop of naar beneden toe bij een verkoop, hè? Bij een short. Ja, hier hebben we dus de high. 4 cijfers achter de komma is 0970. Die 9 rond ik, dan rond ik naar boven af, dat wordt dus 71. En dan leggen we hem dus 2 pips hoger. En dan komt hij op 73 te liggen. Dus bij de Forex hebben we het over pips. Bij de DAX en NASDAQ hebben we het over punten. Bij de Forex is misschien ook iets om aan te geven, Jan Robert. Kunnen we ook handelen op percentage in plaats van lot size? Dat klopt, ja. Dan kun je daar een percentage neerzetten. Als je daar 0,5 neerzet bij percentage en lot size 0, dan wordt je order size automatisch aangepast aan je accountgrootte. Dus dat is dus je kunt ook heel zo mooi. Doen. Dus het is of het een... Of het ander. En dat kan precies. Alleen bij de Forex. En dus niet bij de DAX en NASDAQ. Nee, klopt. Nou, en dan is nog een toevoeging. We zien onderin inderdaad bij het volgende. De PMA, die Proprietary Moving Average. Die vloeiende lijn die je daar in de grafiek ziet. Dat is direct afgeleid van de koers. Die volgt koers op de voet. En die geeft aan of je... met een positieve trend te maken hebt, blauw of een negatieve trend. Dat is oranje. Dus meer smaken zijn er niet. En Alois heeft het dusdanig uiteengezet, ontworpen. Wat hij wil weten, moet ik long of short zitten in de markt? Nou, dan heeft hij daarmee de helft van het vraagstuk opgelost. Dan is nog de vraag wanneer dat je in de markt moet. En daar is dan ook een pijl op gebaseerd. Een koop- of verkooppijl. En... dan heeft hij nog als een extra filter in of die groen of blauw is. Ik zie ook een vraag over wel of geen bolletje. Nou, het punt is, je hebt dus een koopsignaal, een blauwe pijl. Dan heb je die lijn, die is blauw. Dus als je doorloopt omhoog, dan is het stoplicht eigenlijk op groen gesprongen. Als je voor het zicht staat en een stoplicht gaat op groen, dan gaat hij nog niet een keer op groen staan. Dan gaat hij niet flikkeren, zeg maar. Dus je moet ook die lijn en die candles als dusdanig interpreteren dat de pijlen, de kooppijlen, nog steeds geldig zijn. Je hebt de groene candle. En je krijgt alleen een nieuwe een herbevestiging als je een tegenstelde kleur krijgt. Dus wat krijg je voor effect? Je hebt een stoplicht staat op groen. Dan kijk je onderin, is die bolletje. Is inderdaad op dat moment is er nog een scheidslijn, maar als je dus omhoog loopt, zie je dat die groene staafjes groen worden. Met andere woorden, je krijgt wind in de rug. Ik weet niet of iemand van jullie ook zeilt of surft. Je hebt namelijk een wind in de rug en zo moet je dat zien. Met andere woorden, je krijgt niet nog een stoplicht op groen, nog een stoplicht, want anders krijg je een bonte brei aan koop- en verkooppijlen. En het is wel zo dat... als je dus een kleurverandering hebt van het sentiment, hè, daar dus een oranje lijn, en dan zie je dus dat het sentiment afneemt, het positieve sentiment neemt af, krijgt neergaande markt. Kijk, als we dan gaan kijken naar die verkooppijl iets voor de Londen opening, dan zie je hetzelfde verhaal volgens mij, die verkooppijl, die oranje. Kijk, hetzelfde verhaal.
heb je een bolletje, maar de volgende tik is naar beneden. En die onderste indicator, die loopt per definitie altijd achter. Dat is het punt. Dus degene die zegt, ik wil alleen maar op safe spelen, die zegt, dan pak ik de volgende signalen. Het kan. Het kan goed uitpakken. Maar als je dus scherper aan de wind zeilt, dan kun je op die manier doen. Als we dus iets naar links gaan, een beetje heel ver naar bij de Frankfurt Open, dus links van de Frankfurt Open, zien we een serie van rode pijlen, helemaal links. Nadat dus de... Kijk, dan zie je dus ook een scheidslijn. Daar zie je duidelijk dat er dus op een nulpunt is. En dan zie je dat die PMA, de Property Moving Average, daar gaat het om. Die is oranje. Dus je hebt een negatieve trend. En dat wil je hebben. Dus je gaat kijken onderin, zie je onderin rood. Dan kijk je met een verkoopbril. En heb je onderin groen, dan kijk je met een koopbril. Maar de primaire basisregel is dat je kijkt naar de verkoop- en koopsignalen. En onderin als filter wil je scherper aan de wind spelen. Dan ga je iets eerder in de markt in. Wel met die verstande dat onderin ook de candles, hè, de staven ook meegaan met dezelfde kleur. Of je wacht gewoon af op de volgende. Dus ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Dus ik hoop dat we daarmee ook een stukje inzicht geven in de marktwerking ook van de euro-dollar bijvoorbeeld. En we moeten ook zeggen, trouwens even een disclaimer, dit is ook een sessie puur ter lering. Als je iets doet, doe het bijvoorbeeld ook op de demo-account, ga niet zelf in het live handelen. Want ten eerste, als je dit systeem niet hebt, dan signalen dus later. Omdat de YouTube die komt 15 tot 20 seconden later bij jullie binnen. Degene die het M2W-systeem wel heeft, die heeft al de signalen gekregen. En die kan dus ook verifiëren of hij of zij ook de signalen goed heeft geïnterpreteerd. En wie van jullie heeft trouwens het M2W-systeem al? En wie nog niet? Dus ja of nee? En ook de nieuwe deelnemers zie ik hem binnen druppelen. Welkom natuurlijk. Dus wie nog niet het systeem heeft, nee. Of wie het systeem wel heeft. Jerry zegt nog niet duidelijk. Nou, Jerry onthoudt, je hebt een oranje PMA voor short en een blauwe PMA voor long. Je hebt een signaal. Het signaal wat we net hebben gezien, rond een draaipunt. Daar krijg je het momentum in de markt. Het stoplicht staat op groen. Dan kun je zeggen, oké. Ik wacht dus totdat ook onderin die ook in het groen staat. Dan zie je dat de markt omhoog gaat. Hè? Het is zo dat na de groene pijl de groene candles komen. En je krijgt geen herbevestiging omdat je simpelweg geen rode candle krijgt ervoor. Dus met andere woorden, als het heel sterk blijft. En dat had best gekund dat hij dus echt tot in het Sint-Jutemis omhoog gaat. Dan krijg je never nooit meer een koopsignaal. Een nieuw koopsignaal. Maar dat wil dus niet zeggen dat de markt... niet trendeert omhoog, hè? Dus daar moet je dus... daar moet je dus gewoon goed op letten. Dus ik hoop dat een beetje duidelijk is. Nou, ik zie heel veel jaartjes. Dus zijn we blij met dat heel veel M2W-deelnemers zijn. Een aantal neetjes. En degene die niet het... als je niet het systeem hebt, dan hopen we jullie ook meer inzichten te bieden in het rollen. Nou, dankjewel voor deze intermezzo. Dankjewel, Leonne. Heb jij nog opmerkingen? Nee, ik heb nu heel even geen opmerkingen, behalve dat we wachten op een goed signaal. Dus even alert blijven. Ik teken even een paar lijnen. Oké, mogen we niet vergeten, hè? Ik dacht al, wij blijven de lijnen. Ja. Oké, hier een lijntje. Nou, kijk, hier zie je dus dat tussen 8 en 9 zweeft de koers een beetje rond die gele lijn. Dat is dus duidelijk een supportlijn. Hij heeft meerdere punten, die wordt verbonden door meerdere punten. En hier aan de bovenkant is hij ook al 3 keer omgedraaid
Vandaar dat ik de bovenste lijn op dit niveau leg. En dan hebben we nog met het knopje van de trendlijn trek ik een horizontale lijn. Zo. Dan heb ik een beetje een idee van mijn koersbereik. Deze kan ook als straks de koers uitbreekt. Dan leg ik hem hier neer. Maar nu ligt hij eventjes hier. Hier hebben we een blauwe pijl, een blauwe PMA. Hier zitten we in, weliswaar in een groen gebied, maar alleen maar bolletjes. Dus we wachten gewoon even af. Even kijken hoor. Ik zie een goede vraag van Peter Brok. Die zegt, ik heb een euro-account en voor de dollar day trading een dollar-account nodig. Nee, dat hoeft niet, want je kunt alles handelen. Al handelen in de Swahili, die shilling, weet ik veel wat. Dan kun je daar gewoon in handelen en alles wordt geconverteerd in de euro. Dus als je dus een euro-dollar handelt en je hebt bijvoorbeeld $10 winst, dan wordt automatisch de winst omgerekend in euro's. Dus dan is het $10 gedeeld door 1,09 en een beetje. Herman zegt, achteraf is al de duim, in de praktijk ga je gewoon de boot in. Nou, verklaar nader, Herman, dat snap ik niet. Want als je gewoon de signalen volgt, dan kun je af en toe wel een mistreed hebben. Maar wat is in de boot gaan? Dus de vraag is, Herman, heb jij het M2-systeem, ja of nee? En waar, ja, waar loop je gewoon tegenaan? Je kunt ook zeggen, met aandelen, ja, als je aandelen koopt, kan je ook de boot ingaan. Denk aan Baan, denk aan een Fokker, denk aan Enron, ja. Dat is een kreet waar ik weinig mee kan, Herman, dus verklaar je nader. Even kijken, Jelly zegt op de euro-dollar is geen openingstijd. Nee, het is eigenlijk 24/7 handel behalve het weekend. En hoezo niet 5 minuten te wachten? Nou, kijk, de opening van een markt, in de ochtend bijvoorbeeld de DAX of in de middag de Nasdaq bijvoorbeeld, dan kan het raadzaam zijn even te wachten totdat de storm is geluwd. Maar goed, met de Forex is dat een anders natuurlijk, want dat gaat gewoon de hele nacht door. Dus voor jou is het ook ideaal, Jerry. Ik weet niet hoe laat het nu bij jou is. Ja, Robert, kijk. Hier komt een signaal aan. Oké. Okay. Blauwe pijl, blauwe, ja. PMA. Ja. Onder een groen gebied. Dus nu leg ik hem op timelapse 03, leg ik top mijn order. Ja. En de high is, dus controleer het, is 78,3. Dus 78, dan leg ik hem op 80. En als het, ja, hij ligt precies goed. Nou, en now we wait. Oh ja, het is ook goed. Ik had ook van deelnemers vernomen, een aantal die vonden het prettig als je ook de trade begeleidt. Ook al heb je nog geen positie ingenomen. Dus wat gebeurt er eigenlijk? Wat doe je eigenlijk precies? Dat werd ook heel vaak gewaardeerd. Hè, je hebt nu een trade geplaatst. Oké, okay, wat doe je dan precies? Ja. Je legt die order in. Hij is nog niet gehit. Hè? Je hebt hem niet uitgevoerd, want de groene stippellijn, dat is de uitvoering, die ligt boven de candles. Oh, zo. Ja, dus hier. Bij deze TDB hebben we dus onze take profit en stop loss ingesteld. In dit geval staat hij bij mij op 100, oftewel 10 punten. Een stoproom van 2 punten. Wanneer ik dus mijn
by stop order inlegt, dan wordt dus automatisch de take profit lijn wordt neergelegd, hierboven deze rode stippenlijn, en de stop loss lijn, hieronder deze rode stippenlijn. De groene lijn, dat is dus de triggerlijn. Wanneer deze lijn aangeraakt wordt, dan wordt mijn order gehit. Dus nu ligt mijn kooporder nog steeds in. En wacht ik dus totdat mijn order gehit wordt. En dan tikt de koers tegen die groene stippeltjeslijn aan. En dan zit ik in de markt. En dan wacht ik tot of de koers naar mijn winstlijn toe gaat. Of hij draait om en ik heb mijn stop los wordt geraakt. Maar in feite wordt alles dus nu gewoon automatisch ingesteld. Met één druk op de knop heb je dus en de triggerlijn en de stop loslijn en de take profit lijn. Als je eerder je winst wil nemen, dan doe je dat handmatig. Wil je eerder uitstoppen, doe je dat ook handmatig. Of tenminste je verlies beperken. Maar ja, nu is het gewoon wachten totdat je order gehit wordt. Maar je ziet hier ook weer dat de markt draait. Ik ben inmiddels 3 candles verder. En dan haal ik mijn order uit omdat nu gewoon een andere situatie hebt. Dus ik klik weer op stop. En alle lijnen komen weer te vervallen. Ja, klopt. Want er zijn bolletjes gekomen. Oftewel, de verkopers worden wat sterker. En dan is die kooppijl inderdaad. Even kijken hoor, Paul. Leuk dat je aanwezig bent, kerel. Dat de kooppijl is geneutraliseerd. Dus daarom haalt Leon ook die order weg. En die zegt... P. de Bok, die zegt... ik begrijp dat je na een BS of SS inleg nog tijd hebt om de juiste positie in te nemen. Ja, het gaat erom dat bij een buy stop, bij een koop, de order boven de candle kan liggen van het signaal, hè, de high van de candle. Want je wilt namelijk positief momentum hebben en je wilt dat een koers hoger ligt dan de vorige candle. Dat betekent dus dat de trend omhoog is. Dus je wilt meer eigenlijk zekerheid dat de markt doorgaat. Dat het in de juiste richting gaat. Dus dat is één. En ook bij een short dus. Als je dus onderin een soort signaal krijgt, of een geldig signaal, dan leg je dus een sellstop in. Met die afstand, omdat je dan de markt naar beneden ziet gaan. En dat je dan wordt ingetriggerd onder de low van de vorige candle. En dat is namelijk belangrijk, omdat je dan momentum naar beneden hebt. Sommigen zeggen, ja, ik wil gelijk bestens de markt in, market. Dus de twee knopjes erboven, PM en SM doen. Doe dat niet, want als we dus gelijk bestens hadden gedaan, dan hadden we bij die laatste pijl, hadden we dus een koop gedaan, een long opgepakt en een verlies gehad. En dan inderdaad, Herman, zit je scheef. Nou, ik zie daar, Herman, dat je mag uiteraard met mij of met Leon altijd een call inplannen. Want er zijn vaak details die bepalen of je winst- of verliesgevend bent. We hebben ook een jaarcoachingprogramma waarbij we ook deelnemers echt intensief coachen. En het mooie is van onze coachdeelnemers, die zien ook in dat de grootste vijand is de belegger of de trader zelf. Dat je heel vaak stomme dingen doet. Bijvoorbeeld te snel de markt in gaan. Of er was ook iemand die had, ik zal geen naam noemen, die had last van FOMO, die had hij ook gezegd. Fear of missing out, die ging al voor de grafiek, voordat er een pijl was, ging je al in de markt. Nou, ik kan dus niet in jouw situatie kijken, maar volgens mij is er mogelijkheid om in ieder geval, Herman, mij een call in te plannen met Leon. Ik zal in de Calendly link inzetten. Dus feel free om ons daar te contacteren, te kunnen kijken waar de schoen wringt. Is dat een idee? Maar ik denk ook, Jan-Robert, om daar even op in te haken. Ja? De basis van deze strategie is de 4 voorwaarden van een koopsignaal en de verkoopsignaal. Leer eerst die 4 voorwaarden. Als je daarin winstgevend bent, ga dan zelf ideeën ontwikkelen of initiatieven ontwikkelen of strategieën ontwikkelen. Maar dan heb je in ieder geval een basis. En dan weet je waar je op terug kunt vallen. Pas dan ga je dus verder. Maar niet na 4 treetjes zeggen, maar nou, het lukt niet, ik ga zelf verder. Want het lukt wel. Het is gewoon een bewezen strategie.
Alleen je moet je wel houden aan de strategie. Ja, en ik maak ook wel eens fouten. En de meeste foute trades is omdat ik verkeerd klik. Ook geen goede focus heb. Dat ik dan bijvoorbeeld ook denk dat maar het gaat doen. Dat moet je niet doen. Je moet gewoon objectief kijken. Inderdaad. Krijg je koop- of verkooppijlen. En wat ik ook wel eens bij anderen heb gezien. Dat je namelijk... Een signaal. Kijk. We moeten niet in slaap sukkelen. Nee. Ja, je kunt het gewoon inleggen. Hij komt er gewoon automatisch boven, hoor. Dat is gepriegel trouwens. Ja, in dit geval wel. Ja. Dus hij komt gewoon automatisch boven. Dat is prima. Hier ligt hij. Kijk. Oh, hij ligt net mooi boven deze haai. Ja. Ja. Oh, in de sessie van vorige week, als jullie die naluisteren, dan zie je dus dat ik op een gegeven moment, of was dat die weken voor, dat weet ik niet, maak ik ook een fout, doordat deze gele lijnen, die stonden nog los. En dan op een of andere manier, dan gaan die, als je dan klikt of je schuift, of dan gaan die lijnen schuiven en er gebeurde iets raars met het order inleggen. Vervolgens had ik een kooporder en het moest een sellorder zijn. Nou ja, dan ga je de bietenbril. Klopt. En als je een foutje maakt, gelijk hakken, gelijk draaien. Dan moet je hem niet talmen. Leg die gele orderlijnen altijd vast. Als ze losstaan, dat zie je door een geel blokje. Hier, zo'n geel blokje met dubbel klik op die gele lijn. En vast is dus één keer weer dubbel klikken op die lijn en dan liggen ze vast. Zorg daarvoor. Want je gaat de bietenbrug op een keer. Ja. En wie van jullie doet ook jaarcoaching? Ik zag ook een aantal belangrijke namen. Dus ik weet niet of die dat ook doet. En daar heb je dus ook vanavond ook een om 7 uur een sessie natuurlijk. En degene die alleen het MTW-systeem heeft, hè? Het systeem. Zijn jullie ook op de hoogte dat iedere maandagavond is er een gelegenheid tot Q&A. Elke maandag om 7 uur doen wij altijd een Q&A sessie. Vraag en antwoord. Heb je vragen? Stel die gerust altijd op de sheet. Hè, die geven altijd aan via de mail. Ook worden de vragen altijd beantwoord en je kunt live ook meedoen. Dus nadat we de vraag hebben beantwoord vanaf de sheet, gaan we ook live vragen beantwoorden. Iedereen mag ook de interruptiemicrofoon pakken. Daarnaast is er ook een FAQ-lijst. Ook nog een tutorial playlist op YouTube. En we hebben een unieke of een elite room, zeg maar, voor via Telegram. Dus je hebt ook altijd mogelijkheden om te klankborden met je medetraders of met ons. Dus daar ligt het niet aan. We bieden heel veel support en maakt ook gewoon gebruik. Nou, Dennis zegt ja, top. Hartstikke mooi. En Dennis, wat... Ja? Inmiddels zijn we dus 3 candles verder. Dus ik haal mijn order weer uit. Want ik ben nog steeds niet getriggerd. Kijk, en hier krijgen we dus weer een blauwe pijl. Maar dit is gewoon een andere situatie weer dan mijn vorige order. Dus ik wacht even tot deze candle klaar is en dan leg ik weer mijn nieuwe buy stop order in. Dennis, Maarten zegt, laat je coachen. Het is een vak apart, inderdaad. Nou, hier ligt weer een nieuwe order. Dus de groene traderlijn ligt nu iets boven de 1.098. Daar is automatisch een take profit lijn neergelegd. Automatisch een stop loss lijn. Die liggen ook altijd standaard 10 punten tussen. Vanaf de instap heb ik 10 punten naar mijn take profit. En vanaf de instap heb ik een kans maximaal 10 punten of pips verlies. Ja, klopt. Bij de eurodollar of op de forexmarkt praten we over pips.
Dan wacht ik maar weer of nu mijn order gehit wordt. Ja, Dennis zegt dus heel blij met jouw coaching. Wat vind je het meest waardevolle eraan, Dennis? Ja, Peter zegt, als beginner vind ik het prettig om de grafiek wat uit te zoomen. Zijn diverse lijnen beter te onderscheiden? Ja, dat kan. Dat doet Leon ook heel vaak, hè? Top. Ik zal even mijn vergrootglasje erop zetten. Misschien werkt dit ook weer Vergrootglas. beter. Ja, met dat plusje, dat alles wat groter wordt. Heel goed. Zo. Kijk, het is natuurlijk dat hier is de markt, dit was het hoogste punt. Hier heb je dat gehad. Hier heb je dat weer gehad. Dus mijn gele lijn ligt eigenlijk heel goed. Hier heb je dat weer een keer. Dus hij moet hier doorheen breken. Juist. Hoe gaat jouw coaching in zijn werk? Nou, dat is een goede vraag. P, als je interesse hebt, dan stuur ik je een link. En vanavond hebben wij om 7 uur ja-coaching. Dus dan mag je, dan kan ik daar in ieder geval uitnodigen. En twee, als je iemand anders nog wilt spreken die ook met ja-coaching iets doet, mag je natuurlijk ook bellen. Ja-coaching gaat al in zijn werk. Je krijgt 3 trainingsdagen op locatie. En dat doen we, de eerste is op 19 mei trouwens, in Huizen. Dan gaan we vanaf de basis werken tot aan hoog niveau natuurlijk. Elke 3 dagen. Maar 3 dagen achter elkaar. Dat doen we altijd met dataprikken. Gaan we kijken. Maar 19 mei is de eerste. Daarnaast heb je ook 4 terugkomdagen. Dat sowieso. Plus 4 live dagen. Die we altijd organiseren. Hoef je niks voor bij te betalen. En dat is een all-in, zeg maar. En dan hoef je alleen maar een bijbetaling te doen. Omdat je het systeem al hebt. Voor het ja-coaching. Maar ik heb er informatie over. Als je interesse hebt, dan bel me even op. Dan kan ik nog het een en ander uiteenzetten. En wat belangrijk is, dat je 12 uur per jaar personal coaching hebt. En we doen elke week 2 keer per week doen wij een sessie. Op dinsdagochtend en op woensdag of een andere dag. En dan zijn er live trading sessies zoals nu. En dat doen we dus in een beperkte groep ook. Ja. Inmiddels is mijn order gehit. Oké. Okay. De groene lijn is net wel net niet aangetikt. Ik zit in ieder geval in de markt. Je ziet hier dus dat die net niet is aangetikt. Maar dat is de spread. Ja. Die ook van toepassing is. Vervolgens zit ik nu in een verlies. Ik heb nog steeds een blauwe PMA. Wanneer straks de PMA oranje gaat worden, dus ik krijg een andere situatie, dan neem ik mijn verlies. Maar goed, vooralsnog heb ik weer een blauwe pijl en een blauwe PMA. Dus ik blijf mooi zitten. Geduld en afwachten.
Even kijken hoor. Yes. Trading. Ja, en we hadden ook een 21 april serie. We hadden in Venlo een daytrading sessie. Dat was echt goed ontvangen. 8,5 was dat. We hadden ook 21 april. Ook 8,9 was volgens mij de waardering. En waren heel veel deelnemers ook van MTW. Dus als je in iemand zit, hoef je niks bij te betalen. Losse tickets zijn al wel verkrijgbaar. Of een upgrade naar een VIP dan. Maar in principe zijn de jaarkoers deelnemers gewoon vrijwaard. Zeg maar. Die kunnen gewoon gratis aan meedoen. Met zo'n sessie. En ik denk ook de persoonlijke coaching. Dat is het belangrijkste. Ja, je moet, en we hebben ook een soort lijnenspel gedaan zoals dit. En je hebt ook in de markt een zijwaartse markt en een stijgende markt. Ja, je ziet dus dat we nu per saldo een beetje, Leon heeft aangereikt, geschetst, een soort trading range. Waar je nu een beetje aan de bovenkant bivakkeert. Ja, en dan als je dus ook een verandering in het sentiment hebt. Ja, dan hou je het gewoon kort. Zoals ik nu ga doen. Ik ga Ja. me nu gewoon afkappen. Ja, rond de 5 pips, dat is wel te doen. Ja. Want de situatie, kijk, dit is heel belangrijk, hè? We zien dus dat de markt, die wilde op zich wel omhoog, maar nog niet. En ik weet niet of jullie dat ook wel eens meemaken, maar ik kan een briefje meegeven als jullie deze grafiek ook zelf tekenen met je hoorstaande lijnen. Gedurende de dag, dat je vroeg of laat dan ook die koersdoelen voorbij ziet komen. Gisteren ook weer met jaarcoaching hadden we om 10 uur ronden we af. En toen heb ik ook aan de deelnemers gezegd: luister, we gaan straks een uitbraak zien. En inderdaad, het koersdoel werd ook gewoon ruim, aan de onderzijde werd dat aangereikt, zeg maar, werd behaald. En het is ook een spel dat op je handen zitten. Dat is zeker het geval. Ja. Ja, en dit is ook heel mooi, hè, dat je nu dus een objectieve indicator hebt. Je ziet ook een oranje lijn. Dat betekent dat sentiment minder is. Dan moet je ook niet denken, nou, ik denk dat het straks wel weer op groen gaat springen. Of ik denk dat. Dus je moet ook heel gedisciplineerd zijn. Wat dat Maar betreft. je moet vooral niet gaan denken voor de markt. Nee, objectief zijn inderdaad. Ja. En mistreetjes horen erbij. En het gaat juist om die grote winnaars. Dat je dan op een gegeven moment een uitbraak hebt, een momentum. En dat is gewoon de markt. Het heeft niks met het systeem te maken. Welk systeem je ook hanteert. Als je geen trend hebt, dan zul je nooit geld verdienen. Maar het mooiste is met dit systeem waar wij op handelen, op 1 minuut. Dan heb je voldoende mogelijkheden om signalen te krijgen. Je hoeft dus niet urenlang en dagenlang te wachten. En dat is mooi. En wat we ook hebben, is namelijk elke woensdagochtend om 9 uur deze campagne doen we, hè, de sessies. Dat doen we bewust, omdat we dus periodiek deze dingen wil. En waarom? Omdat iedereen zich kan instellen en ook vragen kan stellen om 9 uur. En wij hebben dus geen zicht op de markt. Wat er dan gebeurt. Kijk, als je dan een cijfer hebt, dat is op woensdagmiddag of een donderdagmiddag. Als we dat niet doen, dus die om 9 uur sessie, dan heb je dus geen houvast. En dat is de ene keer wel op een donderdag, wel dan een keer op een vrijdag. Dat willen we niet. Ja, En Robert, dus ook. stop even. Hier komt een Kijk. signaal aan. Oké. Oranje pijl, oranje PMA. Ik leg mijn order in. Die ligt, als het goed is, op de juiste plaats. Ja, het ligt goed. Nu Dat zie je al. Dat zie je blind. is de, ja, maar de pijl is weg. Dus de oranje pijl is net verdwenen, omdat ik twee groene candles achter elkaar krijg. Dus mijn order voldoet niet meer aan de voorwaarden. Ik haal hem uit.
Oké, even kijken of er vragen zijn. Ja, dat is. Dennis zegt: extra hulp die je krijgt met één op één gesprek om te kijken wat je kan doen om beter te presteren. Extra aandacht. Ja. El Lafiriep vraagt: is dat anders als je in België woont? Er is een nieuw signaal. Kijk, ja, juist. Oranje pijl, oranje PMA. Je zit hier in een rood gebied, net onder de nullijn. Dus ik leg weer een order in. Die ligt weer op de goede plek. Dus nu zit ik dus short. Dit is dus de stippenlijn, de groene stippenlijn die gehit moet worden. En short wil dus zeggen dat nu dus hebben een verkooppositie. Nu ligt aan de bovenkant de rode stippenlijn, dat is mijn stoploss. Aan de onderkant is de rode stippenlijn mijn take profit. Dus nu is de situatie omgekeerd. Even kijken hoor. Even kijken hoor. Paul die zegt: waarom niet laten liggen, maar ik niet gekeerd. Ja, dat was eerder, denk ik. Ja, dat was Bij hier die koop. ergens. Hier Ah, kregen we een klopt. koop. Toen heb ik Ja, hem daarvoor. weggehaald. Ja, perfect. Even kijken hoor. P. de Brok, ik weet niet of jou ook kan bereiken dadelijk, later. Als je dat waardeert natuurlijk. De heer L, of mevrouw L. Philippe zegt: is het anders als je in België woont? Ik weet niet wat je daarmee bedoelt. Iedereen krijgt dezelfde service. Doe niet aan landendiscriminatie. Nationaliteitsdiscriminatie. Je krijgt gewoon een goede service. En wil je meer weten, dan feel free om even contact met ons op te nemen. Money2work.com. Even kijken hoor. Paul zegt: kooplijn ligt op een weerstandlijn. Dat is beter om iets omhoog te leggen. Ja, wij handelen op de pijlen, op het signaal. En als je zegt: nou, ik zie dat er een weerstand is, kun je hem iets hoger leggen, ja, of lager. Dat kan. Dat is dat is namelijk een keuze. René, leuk dat je aanwezig bent. Leon zegt: die zegt: bovenste G-lijn ligt niet vast. Klopt dat? Dat bolletje, hij ligt wel vast, hè? Ja, ligt Ja, vast. ik had die vraag gelezen, dus Oké. Okay. ik heb hem inmiddels vastgelegd. Ja, oké. Okay. Heel scherp, René. Kijk, hier hebben we dus weer een oranje pijl. Oranje PMA. Ik blijf nu dus liggen. Bijna gehit. Ja. Er was Ja, ook nu een ben ik weer gehit. steunniveautje. Ja, nieuwe low. Steunniveautje aangetikt. In principe handelen we nooit echt euro-dollar, maar we wilden het even laten zien ook. Maar gisteren was een andere situatie. Ging de euro-dollar alleen naar beneden. En de DAX deed heel weinig eigenlijk. Dat hadden we tijdens de coaching sessie ook. En we focussen ons op één markt. Dat doen we even bewust, omdat we anders. Als je alleen heen en weer gaat switchen, A is het heel onrustig. En B is het ook zo, als je dan van de ene markt naar de andere gaat, dat je heel vaak kansen wel mist, hè? Heel vaak inderdaad. Dus 's ochtends voordat je begint, bepaal je welke markt. En daar tijdens de hele sessie blijf je bij die markt. Anders mis je gewoon mooie momenten.
And now we wait. En hoeveel is die spread hier eigenlijk bij de bij die dingen? Dan kunnen we bij hier linksboven zien, hè? Heb je ja, en je hebt ook linksboven een driehoekje. Ja, bij de nieuwe order, deze. En dan kun je kijken, C4, volgens mij is dat een 0,9. Pip. Ah ja, 0,9. 0,9 pip. Ja, klopt. Dus die min 1,3 zitten bij in, zeg maar. Zo 0,4. Ja. Ja. En dit is ook mooi om te weten dat je met het systeem een one-click trading system in handen hebt. Waarbij je dus niet de analyse hier hoeft te doen en op een andere broker account te handelen. Dus dat is ook mooi om te weten. En dat je dus ook met die knopjes in één druk kunt kopen, verkopen, long en short gaan. Ja, die trading range had je gedefinieerd, die blauwe lijn. Hoeveel pips zijn dat? Is dat 10 of zo? Had je gezegd? Even wachten. In het midden is een getalletje. Gedeeld door 100 volgens mij. Ja, 12. 12, ja. Gedeeld door 10. Ja. Doorgaans is als je een mooie ranging market hebt, of trending market, dan zitten we toch wel 30, 40, 50 pips op een dag erin. Ja, maar als dit dus 12 is, dat is dus vanaf de bovenkant naar beneden. Maar ik zit hier pas halverwege in. Precies, ja. Ja, klopt. Maar je ziet wel heel duidelijk, hè, dat je dus een draai ziet in de markt bovenin, bij die blauwe lijn. Hier. En dat geeft ook knikpunt aan. Dus, en dat is ook, als zou je alleen maar de blauwe en de oranje lijn volgen, nou, dan zit je al... Ja, dan heb je 65, 70% van de richting al goed. Alleen de fine-tuning zijn die pijltjes ook. En we hebben ook agressieve traders die die lijnen op een andere manier interpreteren, maar nooit tegen in gaan handelen. Dus oranje betekent gewoon, of oranje of bruin is dat is gewoon short. En neergaande markt en blauw is gewoon opgaande markt. Meer smaken zijn er niet. Nee, het is genoeg, hè? Ja, sommigen maken het veel te ingewikkeld door heel veel indicatoren aan toe te voegen. Ik trek mijn stoploslijn een beetje bij, oftewel naar beneden toe. Naar beneden. Waarmee ik dus mijn verliespunten beperk. Nou, we hebben ongeveer nog 9 minuutjes. Dus als je nog vragen hebt, feel free om even in te schieten. Nu leg ik mijn stoploslijn boven de groene lijn, naar beneden toe. Dus van bovenaf gezien onder de groene lijn. Om dus break-even te kunnen sluiten. Maar nu, ik was net iets te laat, dus hij ligt weer gewoon terug. Zonde. Ja, je moet gewoon geluk hebben dat je dan een mooie routje naar beneden ook hebt. Dus het komt goed. Maar in ieder geval is de bedoeling, wanneer je dus hier wat in het groen staat, dan leg je dus je...
Want dan ligt hij elke keer net op die koerslijn. Ik ben te snel. Nog een keer. Heb ik hier dus mijn stoploslijn en die leg ik hier. Kijk, nu ligt die dus van bovenaf gezien onder de groene break-evenlijn. Dat wil dus zeggen dat ik in ieder geval geen verlies meer kan maken. Leg hem ook niet op de koerslijn, want dan wordt het gewoon niet geaccepteerd. Met deze knopjes hieronder kan ik dus die stoploslijn dichterbij leggen. Met de rode leg ik hem naar beneden en met de groene leg ik hem omhoog. Als je dus op die... Nu ben ik uitgestopt. Nou, in ieder geval, ik ben dus nu uitgestopt zonder winst of verlies. En dat komt dus omdat je dus je stoploslijn van bovenaf gezien nu onder break-evenlijn ligt. Omdat ik een short positie had. Heb je een long positie, dan leg je je stoploslijn boven de groene lijn vanuit de onderkant gezien. Omdat je dus een long positie hebt. Je bent te stil van, Jan-Robert. Ja, ik ben zeker stil van. Ja, klopt. Ik kijk of er nog vragen zijn. Hoeveel omhoog of naar beneden? Even kijken, Paul. Bedoel je die stop los? Ja, dat kun je zelf bepalen. Als je zegt, nou, ik wil die gewoon 5 pips houden, dan trail je hem gewoon naar beneden toe. Dat kan. Bedankt, tot de volgende keer. Mooi, we gaan ook straks afronden. Ja, kijk, de trend is nog steeds naar beneden. Klopt, die oranje lijn. En we gaan nu die onderkant testen. En maar in ieder geval, je ziet ook dat als je dus hier consequent op handelt, dan heb je dus ook niet het probleem dat je dan tegen de markt in handelt. Oftewel, gewoon meegaat naar beneden toe. En dat is... Ja, jammer dat je net uit bent gestopt. Normaal gesproken doen we ook meerdere contracten. En dat is ook een optie. Als je meerdere contracten hebt, dan laat je de rest lopen. Ja, kijk, maar ik heb nu natuurlijk... ik heb nu natuurlijk laten zien hoe je dus je verlies kunt beperken... door je stoploss boven break-even te leggen. Daar ging het mij om. Mm-hmm. Als dat goed is, dat heb ik volgens mij goed uitgelegd. Ja, ja, klopt. En natuurlijk, je bent dan uitgestopt. Dat, hij lag ook iets te dichtbij. Maar het gaat om de uitleg hoe je daarmee dus omgaat. Ja, mooi. Ik zie ook Ralf binnenkomen. Leuk dat je aanwezig bent. Ralf, ik heb jouw beurswijsheden heb ik ook in de groep geslingerd afgelopen maandag. Dat werd met luid gejuich ontvangen. Dus die zal ik ook delen dan in die spreadsheet, zeg maar. Q&A-sessie. En dus dat is mooi. Dus dankjewel. Ja, even iets omhoog en eruit. Ja, dat is ook iets met een stop los. Als je die te strak aantikt, ja, dan is het jammer. Maar je ziet wel dat het systeem heeft goed aangegeven. En hoeveel pips zijn dit nu naar beneden toe? Een stuk of 8, 9 of 10, hè, denk ik. Als je... Ja. Ik ben hier ingetriggerd. Dus dan heb je toch altijd 10 pips gehad. Ja, ja, klopt. Ja, kijk, en de goede leerpijl. Je ziet ook hè, dat omdat we dus rode candles hebben, geen groene candle tussendoor, dan krijg je geen nieuw verkoopsignaal. Nieuw sell signals. Dus daarom zei ik ook van, je moet ook kijken naar wat is de trend. En die is nog steeds... die was een hele tijd al negatief. En als je dus wacht op het volgende signaal, dat kan. En dan is bij de laatste
verkoophalen had je weer een verkoop gehad. Maar dan zie je ook dat er een groen candletje is, een tegenstelde candle. Daarna niet meer, dan ga je in één ruk naar beneden. Even kijken hoor. Ja, dus voor degene die ook een waarderingje mag geven, dus voor deze sessie van 0 uit super slecht of 10 uitstekend. En ook wat je inzicht is geweest voor deze sessie, voor je leermoment. En dat je graag wat ook beter kan, zeg maar. Natuurlijk de markt, dat die alleen maar hard omhoog en hard naar beneden gaat. Dat zou natuurlijk mooi zijn. En degene die nog niet onze handleiding heeft over daytrading, de nieuwelingen, die zal ik ook even inslingeren voor jullie. Dus deze zet ik erin, in handleiding downloaden. Dus even kijken. Even kijken wat we voor cijfers krijgen. Nou, ik durf wel een briefje mee te geven dat we straks die onderkant gaan meegeven. Jouw blauwe lijn kun je gewoon naar beneden projecteren, Leonne. Dat we daar op een gegeven moment naartoe gaan. Dus dan kunnen we gewoon in een groep slingeren. Leerzaam, zegt Paul. Ja, top. Dankjewel. Ik hoop dat jullie ook meer inzicht krijgen ook hoe je met het systeem om kan gaan. En Herman heeft aangegeven, de boot ingaan. Ja, als je ziet dus, het is de boot ingaan. Je kunt niet heel zwaar de boot ingaan. Je ziet ook dat als je gewoon met gedisciplineerd handelt, met de signalen mee of met de trend mee, dan kom je er gewoon uit. Nee, Ger, dankjewel. René Borjas, 9, dank voor de goede uitleg. Fijne dag toch, dankjewel. Hartstikke mooi. Ja, Jerry zegt ook 9. Nou, Jerry gaat straks zeker slapen. P zegt weer leerzaam in plaats van stop los en take profit. Dus ga daar een beetje goed mee spelen. Ludo zegt, dankjewel Leon en Robert, weer nuttig. Nog meer geduld met mijn leermoment. Nou, hartstikke mooi. Dankjewel. Fijne dag ook. Aanstaande maandag om 7 uur zijn we weer aanwezig voor onze MTW-traders met de Q&A. En vanavond trappen we weer om 7 uur af met de jaarcoaching. Dus dankjewel in ieder geval. Leonne, mag ik jou in ieder geval bedanken voor je uitstekende presentatie weer. Graag gedaan. En jij ook bedankt, Jan-Robert, voor gewoon alles eromheen te vertellen. Is goed. Dankjewel, Ralf, voor de info. Handig vanmiddag. Vet komt bijeen. Sommige vet figuren gaan spreken. En ook een paar, voor mij, CPI's. Hè? Dus consumentenprijsindex. En belangrijke economische cijfers. Coaches tot vanavond, zegt Maarten. Ruud Schuur, weer is aan 9. Dan heb ik geslapen en op de beste. Goed plan, Jerry. Slaap lekker in Canada. En tot de volgende keer. Hasta la vista. Ciao. Tot de volgende keer allemaal. Tot de volgende keer. Dag. Ik zie hem gaan. Ik zie hem gaan. Zag je dat? Richting jouw koersdoel. Ja. Oké, top. Ik zie je zo. Ik spreek je later. Tot ziens. De uitzending gaat nu stoppen.